Cross Your Borders is een driedaags vakoverstijgend onderwijsproject over armoede en onrecht in de wereld. Het project is gemaakt voor de derde en vierde klasse van HAVO en VWO. Per school nemen gemiddeld 3 tot 15 klassen tegelijk deel aan het project. Het is heel leerzaam dat je weet wat er allemaal in derde wereldlanden gebeurt. En het is ook wel leuk, want zo kun je ook gewoon weten hoe je een presentatie voor moet bereiden. Tijdens het Cross Your Borders project onderzoeken leerlingen in teams een ontwikkelingsland en maken hierover een creatieve presentatie. Vanochtend heb ik dan die presentatie gezien. Nou, ja, je staat ooit verbaasd wat ze allemaal verzinnen. Hè. Creativiteit is grandioos. Door het uitvoeren van allerlei opdrachten kunnen groepen punten scoren die de plaats op de ranglijst bepalen. Naast een meetellend projectcijfer zijn er mooie prijzen te winnen. Ja, ik vond het leuk en leerzaam met mooie filmpjes. Ik vind ook dat het heel duidelijk uitleggen. Een heel goed project. Zeker de eerste dag heel indringend van wat de leerlingen allemaal te horen krijgen. Echt voor hun een eye-opener. Leerlingen worden tijdens het project begeleid door enthousiaste studenten van hogescholen en universiteiten. Ze doen dit als stage voor hun opleiding of als vrijwilligerswerk naast hun studie. Uniek is verder dat het project compleet georganiseerd wordt aangeboden. Alle benodigde apparatuur en materialen worden meegenomen. Ze zijn goed voorbereid. De verzorging van alle materialen, alle producten die ze erbij gebruiken, vind ik uitstekend. De school hoeft wat dat betreft verder niks te regelen. Het project is een initiatief van jongerenorganisatie Cross Your Borders. Met het project willen we jongeren op een aansprekende manier bewust maken van armoede en onrecht in de wereld. Ook laten we ze zien wat wij in Nederland hiermee te maken hebben en maken we ze enthousiast om er tegen in actie te komen. Van dit project hebben ze in ieder geval geleerd dat ze heel erg geluk hebben dat ze hier in dit landje zijn geboren en dat er ontzettend veel ellende in de wereld is. Het project start met een spannende filmquiz die leerlingen kennis laat maken met ontwikkelingsproblematiek. Where is the UN Security Council? Can they do something to stop this Antonov? From coming to kill people, destroying people like this. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met het onderzoeken van een ontwikkelingsland. Eerst ontdekken ze de mooie kanten van het land en daarna richten ze zich op de problemen. Ze kiezen het ontwikkelingsprobleem uit dat zij het belangrijkst vinden en diepen dit uit. De informatie verpakken ze in een creatieve presentatie, zoals een toneelstuk of een rap. De presentaties worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit een landspecialist van Cross Your Borders en een docent van school. Tussendoor nemen leerlingen deel aan een actieve workshop, zoals salsa dansen, henna tekenen en percussie. Ja, ik vind het een leuke opdracht. Ik ben bezig voor school, maar ook voor jezelf. In het commandocentrum worden de punten verwerkt die de groepen hebben verdiend met de opdrachten. Hier kunnen leerlingen steeds de actuele ranglijst bekijken. Na 3 dagen wordt de eindstand opgemaakt. Wie gaan er met het hoogste cijfer en de hoofdprijs vandoor?